laten zien in Amsterdam. Bij Albert Heijn XL op het Gelderlandplein hebben ze dit weekend een bonen pop-up. En dat is vanwege het jaar van de boon. Het is een initiatief van het Nationaal Comité Bonen, mocht je je afvragen. En dat is een comité wat zich inzet voor de bonen in Nederland. En nou ja, ik moest er al een beetje op gniffelen, maar goed. Er is dus een aantal mensen in Nederland die zich druk maakt om de bonen in Nederland en om die te promoten. Zijn ze samen met Bon Duel en Hak een pop-up gestart. En nou, dan gaan we een kijkje nemen om wat de Big Fuss is about over de bonen. Nou, hierachter zien we twee fantastische medewerkers die er helemaal zin in hebben. Die maken bonenburgers, bonenpasta, bonenspread. Die kan je hier proeven. Ze verkopen het niet, maar het is eigenlijk puur ter promotie. En dat roepen ze ook tegen iedereen. Ze halen mensen naar binnen. Dus dat doen ze echt super goed. En ik denk dat het wel een pop-up is die geslaagd is so far. Ik zal het even moeten afwachten. Nou ja, we zijn terug. Wat vonden we ervan? Ik was een kleine pop-up. Ik had er iets meer van verwacht. Maar ik had ook foto's gezien met stellages erbij. Ik denk dat die alleen voor de opening waren. Het personeel was super aardig en mega goed geïnstrueerd. Ze waren heel erg goed in het informeren van mensen. Nou ja, ik denk dat iedereen weet dat het verschil moet worden gemaakt op de winkelvloer. Dat hadden ze dus echt wel goed in de pocket. En ja, mensen reageerden goed op de hapjes. Je zag wel dat ze heel erg benieuwd waren hoe ze dat zelf konden maken. Dus ik denk dat daarmee ook wel het doel bereikt is. En het Nationale Comité van de Boon heel erg tevreden mag zijn vandaag. Peace out, homies. Oh ja, want ik dacht eigenlijk dat we uitgevlogd waren, maar ik zat me te bedenken dat ik eigenlijk niet goed heb benadrukt hoe leuk het is om een pop-up te doen en hoe makkelijk het eigenlijk is. Want je kan helemaal kiezen wat je zelf leuk vindt, of het nou een one-trick pony is, dus met maar één product, of alles in de kleur wit, of whatever. Je kan gewoon, het is maar tijdelijk, dus je kan gewoon lekker pakken wat je leuk vindt. Een ander voordeel is dat het een soort van een eindtijd heeft. Een pop-up moet sowieso niet langer als een jaar, maar bij voorkeur niet eens langer als een paar weken zijn. Door die eindigheid komen er ook gewoon meer mensen op af, omdat ze denken, nou moet ik erbij zijn, want anders is dat weer weg. Huur gewoon ergens een locatie die al een poosje leeg staat. Gebruik social media. Haal mensen binnen die daar, want het is toch maar tijdelijk. Dus er zullen heus wel mensen zich eraan verbinden. En zorg voor rumor around your brand of around your product. Dus of je nou in KW of in vers zit, ik denk dat een pop-up echt altijd een goed idee is. Dus dat wou ik eigenlijk nog even zeggen. Ga lekker pop-uppen. Pop iets up. En als je niet weet wat, nou bel mij dan. Dan ga ik over mee nadenken. Want het lijkt me echt fantastisch om voor iemand een pop-up te verzinnen.